Henrico, ik denk een wedstrijd om snel te vergeten, maar vooral ook een seizoen wel om snel te vergeten. Ja, klopt. Wat moet je ervan zeggen? Alsnog kun je denk ik meer bereiken. Het was ook perfect seizoen voor geweest, denk ik. Als je ziet het niveauverschil tussen stel nummer 8 en bijvoorbeeld wij, dan denk je van dat hadden wij ook kunnen staan. Maar als dat telt niet, dan hadden we moeten doen. En, het is wel een beetje een klote seizoen geweest eigenlijk. Waar is het in jouw ogen misgegaan? Ja, ik denk dat we toch een aantal wedstrijden beslissende momenten hebben gekend dat we het over de streep hadden moeten trekken. Dat hebben we niet gedaan in die wedstrijd. En dan krijg je steeds meer druk van buitenaf, van de media. Vooral in de laatste fase natuurlijk in deze competitie. En daar hebben we heel veel moeite mee gehad. Als je de laatste 10 wedstrijden hebben voor mij niet gewonnen. Dus dat zegt genoeg. Ja. Maar welk gevoel overheerst nou? Toch de opluchting dat NAC nog een jaartje Eredivisie eraan vastplakt. Of misschien wel een heel leeg gevoel? Ja, beide denk ik. Je moet eigenlijk blij zijn dat je... dat je veilig bent, maar het voelt ook heel leeg wat je zegt. Weinig, ik moet het even uitleggen. Je moet gewoon blij zijn dat je veilig bent. Natuurlijk voor deze wedstrijd dan hoop je van, er zit er een stunt in bijvoorbeeld voor RKC en daar kijk je ook naar. En wij hadden het gewoon besef dat we voor deze wedstrijd weinig tegengoals moesten krijgen. En dan was de kans klein dat we nog... na competitie zouden spelen, maar het is heel dubbel. Heel dubbel. Ja, die opdracht was voor RKC haast onmogelijk. Maar na een kwartier lag de bal hier in het mandje achter Jelte Rauda, jullie doelman. Werden jullie nog een beetje nerveus of dachten jullie van, kom maar goed? Nee, ik ben niet nerveus, want wij speelden niet goed, maar PSV speelde ook helemaal niet goed. Jullie deden elkaar geen pijn, hè? Nee, je merkt op een gegeven moment bij PSV ook van, hier zijn we tevreden mee. En, die creëerden heel weinig, ze hebben 2 kansen gehad en 2 goals, dus... Ja, als je ziet ook, de sfeer in het stadion was ook... Het leek al een beetje op een herenakkoord op een gegeven moment. Ja, dat leek toch wel op, maar dat hadden we niet afgesproken in ieder geval. Maar het was een beetje vreemd gevoel nu. Jullie hebben het in de, je zei het al eerder, hè, in sommige wedstrijden niet goed opgepakt. Vergeten de zaak af te maken, daardoor zijn jullie in de problemen gekomen. Ja, de sfeer was ook niet echt best, hè, de laatste tijd bij NAC. Nee, tuurlijk. Wat ik zei, de druk die komt erop te staan... supporters eisen meer en ontevreden spelers? Ja, ook. Maar op een gegeven moment moet je daar een beetje lak aan hebben, want je moet toch met z'n allen het Eredivisie-schap veiligstellen. En door Jordi hebben we dat behaald. Ja. Het is dat einde staan, anders was losstand. Ja, het is heel losstand, ja. Je gaat bijtekenen toch, of niet? Even serieus nog, wat moet er veranderen bij NAC? Wil de club niet nog zo'n jaar tegemoet gaan? Ja, je weet, NAC heeft weinig cent om spelers te halen, dat weet je ook. En dan moet je de vijver vissen waar iedereen bijna investeert tegenwoordig in Nederland. En ze moeten nu flink aan de bak om goede selecties samen te stellen. En daar begint het bij. En dan moet je op een gegeven moment een goed team worden. Heb je daar vertrouwen in? Ja, daar heb ik wel vertrouwen in. Er zijn wel nu goede mensen. Ik vond dat Jeffrey van Ast ook heel goed gedaan had. Maar er zijn weer nieuwe mensen en die moeten nu laten zien wat ze waard zijn. Ja. Er is ook veel kritiek, met name van de buitenwacht, maar ook binnen de selectie op de trainer. Moet hij ook vervangen worden, in jouw ogen? Nee, hij heeft de doelstelling gehaald. En, het is voor hem ook het eerste jaar op het hoogste niveau, volledig eerste jaar. Dus hij moet zich ook ontwikkelen, denk ik. Dat heeft hij ook gedaan. En zoals wij dat moeten allemaal. We moeten allemaal in de spiegel kijken. Iedereen moet kijken wat hij fout gedaan heeft in dit seizoen. En de lering uittrekken. Want er zijn genoeg punten om te verbeteren natuurlijk. Bij iedereen? Ja, bij iedereen, ja.